Dag stemhebbenden. Eh, ik wou het vandaag hebben over de uh, vraag die ik hoorde. Uh, mensen vinden dat ik arrogant klink. Uh, dat is een heel ingewikkeld ding en ik heb er veel over nagedacht. Um, ik zal een verhaal vertellen: van dat ik merkte dat het mijzelf overkwam. Um, ik had een uh, training die mocht ik geven voor een hele grote groep en dat is een hele leuke club en daar wil ik altijd heel graag voor werken. Maar ik was heel erg verkouden. Nee, ik had geen corona, maar ik was wel heel erg verkouden. En op dat moment had ik kriebelhoest um, en dus ik had. Uh, uh, maar ik, ik dacht, ik ga het toch doen en ik werk op mijn techniek en ik ben gewoon een hele, uh, weet je, wel, mijn stem doet het altijd. En dat is natuurlijk ook arrogantie, hè? <laughs> En uh, ik voelde me natuurlijk ook een beetje in mijn hemd staan. Dat ik kon zeggen hoe de stem werkt en dat ik zelf gewoon als een, als een ziek vogeltje... Nou ja, um... Dus ik stond daar en ik had uh, een, een, een flesje water met azijn. Om op het allerlaatste moment, als het echt ging, als ik moest gaan kuchen, dat ik dan kon gaan gorgelen. En dat ik dan net die kuchbui kon voorkomen. Oh, het was echt heel erg. En ik was heel streng voor mezelf. En heel gefocust. En, heel... en het punt was dat de indruk die ik maakte was arrogantie. Was, ik uh, heb het allemaal wel uh, voor mekaar. Uh, dus ik, ver, ik, ver, ik, ver, ik verloor uh, het contact. Het vanzelfsprekende contact met mijn publiek. En ik stond daar een beetje op mijn uh, uh, hoge berg uh, uh, het beter te weten. Ik was een beetje een bedweter, leek het. Dus als je die, dat gevecht met jezelf levert, dan merkt je publiek iets. Hè, ze weten nooit wat precies. Maar zij denken natuurlijk dat het gevecht is met ons. Wij mogen niet meedoen. Wij mogen niet blij en vrolijk en gelukkig zijn. Uh, het is moeilijk, kom op, standen, tanden erin, schouders eronder. Uh, uh, doorzetten, doorzetten. Ach jongens, en we, we, zijn, we weten ha vaak half niet hoeveel wat, van wat we allemaal zelf denken uh, onbewust wordt opgevangen door al je luisteraars. Dus wat moet je dan doen in zo'n geval? Ja, uh, uh, in ieder geval je bewust zijn van het feit dat als je uh, met jezelf in gevecht bent, dat je dan extra. Contact moet maken met je publiek. Dat je extra vriendelijk moet zijn. Dat je, en die vriendelijkheid is dan uh, uh, hoog-laag bewegingen, ogen goed open, alert zijn op wat ze zeggen en hoe ze het zeggen. Uh, dus echt bewust zeggen: jullie mogen wel binnenkomen. Ik ben echt geïnteresseerd. Want je, je zou anders merken dat dan ben je al ziek. En dan merk je ook nog dat alles wat je doet, hoe harder je werkt, nee, ik ga nog harder mijn best doen, hoe meer je. De afstand creëert en hoe meer het ja, langs iedereen heen gaat. Tragisch. Oké, okay, maar de uitweg is dus, denk aan het contact en hou het. Ze vinden het alleen maar lief. Ze worden alleen maar makkelijker als jij jezelf um, kwetsbaarder opstelt. Als je meer wilt weten, ik, ik, het is heel ernstig hè, komt allemaal wel goed hoor, ik ben ook helemaal beter, er is niks meer aan de hand. Um, het komt altijd allemaal goed, jongens. Ook dit echt waar, het duurt alleen veel langer dan we dachten. Maar um, als je meer wilt weten, ga naar evoicetraining.nl. Dat moest ik nog even zeggen. Tot dan.